Maar eigenlijk moeten we niet alleen op de dag van 8 maart of internationale dag van vrouw stilstaan bij de situatie van vrouw. Zeker weten in Nigeria, als we vooral kijken naar huiselijk geweld dat we in Nigeria meemaken, gerelateerd aan alcohol, drugsgebruik ook en het overspelerig gedrag misschien. Het is een dag waarbij we stil moeten staan, zeker moeten gaan bezinnen wat we kunnen doen. Dat de vrouwen in de wereld, zeker weten in Nigeria en Suriname, het beter kunnen hebben. Als je maar kijkt naar Europa, hoeveel grondstoffen hebben ze. Maar het gaat eigenlijk uiteindelijk om je onderwijsniveau van vallen. En als we kijken naar het beleid van de regering, afgekondigd in 2005 door de president, is dat enorm veel aandacht daar besteed voor onderwijs. De internationale assemblee is zelfs de begroting aangepast voor onderwijs. Niet voor die mandaat, alleen maar om ervoor te zorgen dat er vooral veel meer geld gaat naar de onderwijssector en dat uiteindelijk het gemiddelde scholingsniveau van het volk hoger gaat liggen, want daar draait alle ontwikkeling om, want je moet een beter geschoold volk hebben. Dus, en als we kijken naar de gezondheidssector zien we dat wanneer gaat het verplegend personeel dat bijna zo goed als gedomineerd wordt. Dus de positie van de vrouw, zo langzamerhand zien we dat ze hun plaats opeisen. De boodschap die ik aan ze wil meegeven is dat ze misschien ook in de politiek wat meer durf aan de dag moeten leggen. Dat ze ook die stap moeten maken om hun plaats op te eisen. Men moet niet wachten op dat de mannen plaatsen voor ze vrijmaken. Maar zij moeten ook zelf die plaatsen opeisen door ook eigenlijk meer verantwoordelijk wat dat betreft op zich te nemen. U heeft een term laten vallen, huiselijk geweld. De politie die lacht er niet meer om wanneer ze die term horen. Men gaat er hard tegenaan en u heeft laten vallen de term regeringsbeleid. Dan wil ik even de link trekken. Het huiselijk geweld die levert slachtoffers op die soms verder opgevangen en begeleid moeten worden. Daar schort het nog aan. Heeft het regeringsbeleid hiervoor de aandacht? Sowieso, mevrouw Marten, om die gevallen te behandelen. Ze kregen nu een aparte behandeling. Ze hebben meer privacy daar komen. De drempel, in ieder geval makkelijk gezegd, is veel lager nu. Je merkt dat men eerder durft om die aangifte te komen. Enige jammerlijke is dat men heel snel de zaken intrekt, omdat vaak genoeg de man de kostwinner is. En, het is een hele complexe zaak. Het is in principe geen zaak die je met de strafwet gaat oplossen. Maar een woning die we gaan opknappen, speciaal voor slachtoffers van huiselijk geweld. Want je moet de zaak breder gaan aanpakken. Je moet opvang voor ze ook hebben. En situaties voorkomen dat ze thuislanden en misschien in een nog benardere positie terechtkomen. Het ziet er wel naar uit dat we van het jaar nog in ieder geval een woning voor ze, tenminste één woning vrij voor ze kunnen krijgen. Waar slachtoffers van huiselijk geweld terug kunnen komen. Dus wij hier in de Nigeria werken wel heel erg eraan. En de aantal aangiftes neemt wel duidelijk toe. Dat geeft al aan dat men meer durf heeft een stap te maken naar de politie. Dat stukje vertrouwen is er nu wel. Vrouwen zijn ook mensen en mensen zijn nooit tevreden. Niet wat ze nog willen hebben. Als we kijken in Nigeria, vooral vanaf middelschool, zien we dat het aantal vrouwen veel meer is die in het onderwijs zit. Dus dat is misschien juist zorgwekkend. En we hebben het woord met de dag steeds beter. Wij zijn morgen hebben we twee momenten bij Stichting Moedraad en Stichting Sari, wat activiteiten. Ik wens ze heel veel succes. En ik zou heel graag willen dat voor ieder vrouw hier in Nigeria een speciale dag wordt voor ze. Dat er aandacht wordt besteed aan die vrouwen. Want hoe beter u het zult hebben als vrouw, hoe beter wij het ook zullen hebben als mannen. En waar eigenlijk wij een harmonieus gezin hebben, een vredig en rustig gezin hebben. Zij zorgen in principe voor rust, stabiliteit in het gezin. Hoe vaak komt het niet voor dat de vrouwen alleen staan voor de kinderen, dat de zogenaamde eenoudergezinnen. En we merken ook dat de meeste probleemgevallen die voorkomen, de meeste jongens die uiteindelijk bij de politie belanden en gedragsafwijkingen vertonen, als ik zo mag zeggen, binnen het onderwijs, dat het heel vaak komt van eenoudergezinnen, ook in de stad. En dat geeft aan al dat zo'n gezin ook een vader nodig heeft. En daarom zeg ik dat een heel goed gezin
een harmonieus gezin altijd ervoor zorgt dat de kinderen een vredig leven hebben en een rustig leven hebben. Waarbij zij de opvoeding niet alleen maar van de ene partner kijkt, maar zowel van de vader als de moeder. Want elk een heeft zijn positie in een gezin. En die verhouding vader-moeder moet altijd zo harmonieus mogelijk zijn tegenover de kinderen. Want wat er ook gebeurt, vanaf de conceptie al, vanaf het moment dat er leven zakt in zo'n foetus, vangt het kind alle signalen op. Veel beter dan wij mensen kunnen opvangen. Dus het is de plicht van ons om voor te zorgen, zeker voor de mannen ook en de vrouwen, dat wij er alles aan zullen moeten doen om onze kinderen daarvan zo goed mogelijk opvoeding te geven. Want zij hebben ook hun rechten, ze hebben natuurlijk hun plichten ook. En vanuit onze positie als man moeten wij de ondersteuning naar de vrouw te geven en de vrouwen ook naar de mannen toe, zodat wij in ieder geval een goed, harmonieus en een vrede